De problemen met de watertoevoer ontstaan rond 5 uur vanmorgen op het kruispunt van de Huibergse baan en de Nolse baan, vlakbij de site van Pitpa, het waterproductiecentrum van Essen. Er is blijkbaar een breuk geweest in een hoofdwaterleiding. Als gevolg daarvan is de watertoren van Essen leeggelopen. Als gevolg daarvan is er opnieuw ergens anders een breuk ontstaan. Op het moment dat men de breuk heeft gedetecteerd vanuit Pitpa, heeft men geprobeerd om een watertoevoer op te starten vanuit Essen. Maar ook daar was er een mechanisch probleem. De problemen hebben grote gevolgen voor de toevoer van het drinkwater. Het gevolg was dat heel Essen en ook de wijk Nimoer van Kalmthout zonder water kwam. Dus we hebben dan vooral natuurlijk actief gecommuniceerd met onze rusthuizen bijvoorbeeld, met een paar grote voedingsbedrijven die in Essen actief zijn, om te zien dat daar problemen waren. Drinkwatermaatschappij Pitpa zet samen met de brandweer alle middelen in om de hinder voor de inwoners tot een minimum te beperken. De watertoevoer kwam voor de middag weer op gang. Tegen de vooravond waren de herstellingswerken afgerond.